En dit is. Oeh, dit. Ja, kijk, hey. Dit is toch goed. Kijk eens wat hier zie. Hallo kijkers van dit kanaal, mijn naam is Jochem en tof dat jullie allemaal weer kijken naar weer een nieuwe aflevering van Minecraft Survival, aflevering 11. En het is natuurlijk week 11, want dat loopt natuurlijk altijd hetzelfde. Het is vandaag aflevering 11, ik heb er weer zin in, laten we naar Minecraft toe gaan. Oké mensen, we zijn in Minecraft zoals jullie kunnen zien en we zijn vandaag met... Ja mensen wisten het waarschijnlijk al. Hallo. Met Stefan weer, hi. Vis. Oké. Okay. Hi. Hallo Jochem. Hey. Hallo Kijk. Hey. Vorige aflevering was ik natuurlijk aan het mijnen, ging super vaak dood. Dus nu is Stefan erbij, die is pro in PvP, dus die gaat waarschijnlijk niet dood. Nee. Ik had toen ook op het einde, ging ik enchanten en zo. En toen wist ik van een enchanting ding, van een enchantment, wist ik niet wat dat was. Nu heeft iemand dus een comment in de comments achtergelaten, als jij een geluidje maakt. En die comment is van Wietse, en die zegt met piercing, dat is dus die enchantment, kan je crossbow enchanten. Je kan ermee door één mob en... een andere... Je kan zeg maar... Ik lees hem even verkeerd voor. Kom dan met dyslexie, sorry. zeg maar, als je een mob raakt... dan raakt hij dus ook meerdere mobs tegelijkertijd. Met één pijl, zeg maar. Dus een beetje net zoals... Dat heb je ook voor je zwaard, als het goed is. Hoe heet dat ook weer? Iets van... ik weet niet meer hoe dat heet. Je had dat ook voor je zwaard. Sweeping Edge. Volgens mij is het... Ja, volgens mij is dat hetzelfde, alleen dan voor je crossbow dus. Dan gaat hij dit dwars doorheen. Wat? Dan gaat hij zeg maar dwars door je tegenstander heen, dat hij er meer raakt, of? Ja, precies. Ah, dat ja. Dat hij, als je er bijvoorbeeld eentje slaat, en dan staan er bijvoorbeeld drie, dan raak je ze alle drie. Alleen dan is dat met je pijls, zeg maar. Ah, dat is wel cool. Ja, dat is nice. Oké, dankjewel voor de comment en we gaan vandaag weer minen. Wacht. Ik ga iets grappigs doen, wacht. Ik weet niet of het gaat lukken als jij er even beneden blijft staan. Oké. Oei. Oké, we moeten eventjes kijken, want we hebben niet echt caves of zo. Ergens, ik heb trouwens ook een schild gemaakt, dus nu ga ik waarschijnlijk minder vaak dood. Of ik faal nog steeds in het Minecraft, maar ja. Wow, wat was dat nou? Ja, dat was een fakkel die... Wat? Oh, ja. Oké, top. Ja, ik werd vastgeglitcht in dit blokje hier zo. Maar nu is niks meer aan de hand. Top. Oké. Ik ga even kijken. Ik moet sowieso even in mijn andere hand eventjes mijn toortjes doen. Oh, maar dan kan ik geen schild vasthouden. Nee, boeien. We kunnen denk ik het beste hier naar beneden gaan. Wat is er? Ja, die schilden waren op elkaar aan het schieten. Dan krijg je zo'n music disc. Oh ja. Wat doe ik? Ik ga ze slaan. Ah, nee. Music discs zijn ook niet zo speciaal. Ah, help. Een spin. Een spinnetje. Skelet, ja, gaat dood. Valt dood. Yes. Zijn de creepers? Hoop niet. Zo, hier zit nog wat iron. Ja, ik denk dat dit wel een mooi caveje gaat worden. Oh, laten we bij jullie hier zo op de mening. Nee, dat had ik volgens mij nog niet eens. Lol. Dus dat is nice. Dat is gelijk enchanted dus. Ja, precies. We moeten eigenlijk even wat XP gaan verzamelen. Zodat we kunnen enchanten. Hoeveel heb jij dan? 8 maar. Nou, ik heb weer net 11. Oh, dat is nice. Zo. Deze meenemen. Loopt dit nou echt dood, joh? Het loopt echt dood. Maar ik hoor, wel, ik hoor wel zombies, dus hier ergens is weer een cave. Dat is dan wel een voordeel. Ja, dat is vervelend. Ja, en dat zombies hoor ik wel echt vet hard. Hey, Iron. Oh, werkt die glitch namelijk nog steeds? Zeg maar, dan heb je een piston en dan duw je jezelf dwars door een blok heen. Dan ga je zeg maar net niet dood, maar dan kun je er wel doorheen kijken. Oh, ik ben er al gewoon, joh. Er springt in één keer een zombie op mijn hoofd. Oh, nog dan, één. Dan weet je ook dat je er bent. Ja. Ik heb nog maar 3 hartjes. Oh. Oké, ik ben er in ieder geval. Ja, ik kom er zo graag mogelijk aan. Ik heb bijna alles hier meegenomen. Kak, mijn toortjes zijn op.
Ik heb nog gestapt, dus ik kom even naar je toe. Ja, is goed. Ga ik even nieuwe toortjes maken. Zo. Kijk, zit hier nog iets boven. Als ik nu naar beneden val, ben ik dood. Dat is niet zo handig. Een skelet. Die. Auw, en een zombie. Oeh, die moet ik niet hebben. Ik zie echt gewoon helemaal niks. Hé, hey, hij dropte een iron. Ik, hè? Nee, die zombie. Oh. Ah, ja, dus ik weet nog. Ja, laat ook. Vind. Ja. Deze meenemen. Zo, leg je uit. Crafting table mee. Zo. Kut. Ah, anderhalf hartje. Even regenen. Oh, ik heb natuurlijk gewoon water waarmee ik mezelf kan opvangen. Dat is ook wel chill. Zo, oké. Nu is hij weer geladen. Nice. Dit ziet er echt uit als een goede ka. Oh, allemaal beesten. Oh. Ja, dat zou je net. Zo. Dat is een heleboel. Oh, er zijn hier zoveel beesten. Oh, jij bent ook hier. Ja. Zal ik naar beneden springen? Ja, dat kan. Ik zie alleen helemaal niks. Of je doet het op die manier. Hey, dat is nog veilig ook. Ja. Ah, kom baby zombie. Ah, baby zombie. En ik heb die creeper. Die. Ja, die heb ik. Zo, creeper die heb ik gepakt. Dit gaat echt heel laag. Please, laat hier gewoon duiken. Ah, zombie in mijn nek. Ah, nog een zombie in mijn nek. Kom hier, kom hier. Zo, zo. Even kijken. Ah, nog een zombie. Ah, nog twee zombies. Help. Hier zit niks. Hier zit ook weer niks. Even kijken. Zit hier nog mooie shit, please? Diamonds? Please? I want some diamonds. Hello? Deze cave is echt heel groot. Ja, ik vind eigenlijk alleen maar meer mobs dan... Ik vind wel goede shit. Ja, ik vind voornamelijk veel mobs in plaats van cool of zo. Zo, je wil wat iron. En ook wat goud. Nice. Nog meer iron. Iron is echt nice. Kan ik een keer een iron golem maken? Ja, ik denk dat je er nu wel een heleboel kan maken. Want ik heb nu twee stacks iron. Ja, dat is nice. En lekker iron golems in de nether zetten. Vallen die ook pigments aan? Ja. Dan heb je helemaal geluk. Dan zitten ze niet achter jou aan. Ja, dat is wat mooi. Heb ik een keer in lijp gedaan. Ja. Diamantjes. Dat hoop ik. Dat hoop ik natuurlijk. Oké, dit wordt groter. Ja, dit wordt een heleboel. Strooi met de data, hopen we. Even kijken wat zit hier. Even village. En dit is. Oeh! Dit, ja, kijk, hey. Dit is toch goed? Kijk eens wat ik hier zie. Wacht even. Oh, en zit hier ook nog aan de andere kant? Nee, dat is dan weer jammer, maar het zijn er wel drie. Oh, nice, diamond. Kijk. Oké, wacht, die moeten we anders even. Toch nog mee, genomen. Zo pakken. Moeten we eerst even deze kant op. Oeh, lava. Nog meer diamonds. Oké, dit gaat ook een stuk verder. Zo, dit is Dit is wel een nice cave. Oké, hier zit dat. Hierboven nog iets. Nee, niet zoveel speciaals. Wat nee, iron hier zo? Hier ook helemaal niks. Nou, die nemen we dan ook maar mee. Nou, ik ga dan maar even de diamonds weghalen. Gewoon meenemen, hoppidee. Tenminste, ik neem er drie mee en de rest laat ik wel zitten. Die haal ik dan later wel op. Kijk wel uit dat er niet stiekem lava onder zit. Hebben we nog steeds helemaal niks. Ja. 1, 2. Het zijn er 6. Dat is dan helemaal tof. Dus dan moet je met het voortje moet je even terugkomen en dan mee.
Yep. Dus dan doe ik nu even de coördinaten in beeld. En dan is dat helemaal mooi. Ah, skelet. Oh, en een creeper. Ah, oh, nee, hij ontploft alweer. God damn it. Zo, redstone even hier onder mij. Zo. Hier nog een zombie. Nou, wat zit hier? Niet zoveel soep. Nee, dat dacht ik wel. Hier ook niet zeker. Wat iron. Hey, weer diamonds! Nice! Echt? Ja. Lekker! Jij kan ze... Of nee, wacht, ik kom er wel even aan. Dan kan ik die coördinaten even opslaan. Ja, ik kom even weer teruglopen. Geluid niet door die diamonds, maar door iets anders. Oh ja, hier. Oh, nice! Tada! Kijken of er zijn. Oh, het zijn er. Ah, oh, het zijn er weer lekker veel. 4 zijn het er sowieso. Ik hoop dat het er dan 8 zijn. Ah, nee, het zijn er geen 8. Volgens mij is het. Ja, 8 is het maximale. Ja, het zijn er maar 4, helaas. Ja, hier zit voor de rest niks meer. Ja, het zijn er echt maar 4. Oké, okay, dus de coördinaten staan nu in beeld. En dan kunnen we weer verder. Hé, hey, een mineshaft! Dat is, dat is heel mooi meegenomen. Oeh, dat is nice. Daar kun je een noordjappel vinden, toch? Ja. Vraag me alleen af of ik er al ben geweest. Ja, als je er bent geweest, dan is het helemaal vervelend. Nou, ik zie nog niet... Nee, ik ben... Nee, 2 kisten hier. Oeh, nice. Ah, geen diamonds helaas. Name tag zeker en zadels. Ja, en rails. Ik denk dat ik in de verte... Ja, ja, hier is een kistje. Ja, ja. Lekker. En die gaan we even openmaken natuurlijk. En die spin die moet even aan de kant, want anders slaat hij me er vanaf. En ik heb een boekje met infinity. Echt? Ja, en ik weet niet of dat goed is, want ik heb niet zo van iets anders. Dat is supergoed, dan kan je op je boog doen en dan kun je, hoef je maar 1 pijl te schieten. Heb je maar 1 pijl nodig. Voor altijd. Ik hoor dat dat heel erg goed is, dus dat is helemaal top. Lekker. Laat ik dat meenemen. Ja, die is echt heel belangrijk, want dat krijg je gewoon bijna nooit. Oké, zo. Die ook even onder mijn weg halen. Oh ja, ik heb natuurlijk 3 diamonds. Oh, ik had er eigenlijk maar 2 weg moeten halen, want ik heb er hier nog 1. Oh. Dat is kak. In ieder geval, ik ga eventjes een diamond pickaxe weer maken. Nou, ik heb wat lapjes bij jullie voor je in de kist gedaan. Trouwens, kan ik... Wacht, we moeten eerst eigenlijk eventjes... Oh, lekker veel coal hebben. Ik heb het infinity boekje heb ik bovenin. Oh ja, nice. Kan je het iron hierin doen? Of tenminste, nee, wacht. Laat maar. Wacht, weet je hoe je deze blast furnaces moet maken? Ik heb echt geen idee. Ah, dat is jammer. Maar misschien kan ik even opzoeken snel. Oh, je hebt iron daarvoor nodig. Oh, dat komt er wel uit, dus. Ja, zo. En ik heb furnace nodig, even kijken. En die doe je dus eigenlijk helemaal omheen. Wacht. Ik maak er even 4. Zo. Oké, okay, hier ben ik dus onmijken. Volgens mij doe ik het verkeerd. Huh. Doe ik het verkeerd? Oh, je moet het met iets anders doen. Oh, je hebt dat andere nodig. Shit, maar ik heb volgens mij geen stone. Je hebt van die stone blokken nodig. Niet echte stone blokken, maar die andere. Wacht. En die stone slabs blokken. Oh. Maar die heb ik helaas niet. Wat? Nee, ik ben ook al... Ik ben ook al wat steen aan het omsmelten. Maar dan moeten we eventjes wachten. We kunnen wel eventjes gaan slapen. Dat is nice. Oh, het is niet eens nacht. Ik heb hier al een blokje voor je. Nee, ik heb andere. Slabs. Blokken. Van die heb je nodig of... Nee, van slabs blokken. Stone slabs blokken. Oh, die...
wacht, die maakt nu even. Ja, ik weet welke. Ja. Die zijn nieuw zeker. Kijk, dit Iron Smelt gaat echt vet snel. Oké. Okay. Oh ja, ik kan plotseling een heleboel nieuwe dingen maken. Dat zie ik nu al. 1, 2, 3. En dan maak ik eventjes een anvil. Yes. We hebben nu ook een anvil. Nice. Ga ik meteen Infinity op mijn boog zetten. Maar dan maak ik wel even een nieuwe boog. Waarom kan ik die niet? Zo. Wacht, hoe maak je hem nou? Ik heb een fornuis, ik heb stone slab en ik heb een furnace, maar ik zie hem niet verschijnen hoor. Wacht. Stone slabs blokken, hè? Stone slab, dit toch? Wacht even, ik ben even mijn ogen aan het maken. Nee, dit zijn ook weer de verkeerde. Die andere stone slabs. Want ik maak ze wel. Ik heb het weer verzaakt. Wacht, hoe de heck maak je die stone slabs nu? Die andere. Die maak je met die. Wat? Die net die stone slabs. Ik wist niet eens dat deze stone slabs er überhaupt waren. Oh ja, die zijn net nieuw. Ja. Zo, en dat gaat mijn partij snel, jongen, de ijzer. Wat, hoe maak je dan die andere stone slabs? Ik denk dat ik hem doe. Ik denk dat ik het goed doe. Echt? Yes, ik doe het goed. Wat is je het? Je moet het steen in het fornuis doen. Nee! Wat is dit? Dit is echt heel stom dat ze dit hebben gedaan. Wauw. Er stond dat ik hem daar moet gooien, dus ik dacht van, hey, dit klopt. Nou, Lord. Toch hebben we het niet. Nou, dan gaan we even lekker veel maken. Oké, dan maken we. Nu kunnen we. Ja, hier staat hij al. Blast Furnace, hoop 2, gemaakt. Lekker. Oké, nou, we hebben gevonden. Die kan erin. En dat kan er. Zo. En dan voor koolblokken. Wat de heck, ik ben in één keer. Oh nee, dat zit hier waarschijnlijk in. Ja. Kun je er nog meer maken? Als zodra ik dat steen heb. Ik heb ook 3 steenwacht hier zo. Nou, top. Dan maak ik er nog eentje. Ik heb een Infinity boog. Ja, dat is mooi man. Ja, dat is nice. Blast Furnace. Waarom? Niet genoeg. Niet genoeg spulletjes. Nu wel. Als het goed is. Ja, nog Blast Furnace. Nice. Ik heb even een boekje nodig. Ik ben momenteel alvast even aan het kijken of ik misschien al Fortune kan krijgen. Aan dat ding hebben we. Blok of coal, ja. Zo, die gooi je er gewoon in. En doen we dit allemaal weer terug. Zo. Geen Fortune. Oh, wat? Mijn Enchanting Table kan niet eens tot level... Oh, dat is het punt. Hij kan niet eens tot level 30. Dat dit er allemaal op staat. En nu kan hij wel tot level 30. God damn it. Heb ik net mijn levels verspeeld. Verzaakt. Dit is niks. Efficiëntie. Okay. Wat is multishot? Multishot. Ja. Oké, dat is gewoon waarschijnlijk dat je vaker moet schieten. Ik heb piercing 1. Feather falling. Silk touch. Kak. Dat is zeer. Ah, nu moet ik een keuze gaan maken. Misschien silk touch of fortune, maar... Silk Touch. Heb je nou Silk Touch gekregen? Nee, nog niet. Als ik level 30 heb, kan ik dat doen. Oh, ik ben level... Wacht, ja, ik ben level... Oh ja. Ik ben al, als het goed is. Wil je zien, man? Ja, hi. Oh, oké. Okay. Ga kijken. Let's go. Wat krijg je?
Dat zullen jullie pakken zo. Kom op. Dag 30, Unbreaking 1. Dat is nee. dus. Oké, okay, dus dan. We gaan deze even weg. Dan gaan we naar buiten. Iets goeds, kom op. Een frissentje 4. Doe maar. Wacht, er staat 1-1-V. Dat is 4, toch? Ja, 1-1-V. Ja. Ja, doe maar gewoon. Ik heb 1-V in Unbreaking. Ah, dus... kak. Ah, hij is niks. Redelijk. Ah. Nou, dan was dit de video. Mensen, bedankt voor het kijken. Bedankt voor het meedoen, Stefan. En dan was dit de video. Mensen, bedankt voor het kijken. Hopelijk vond je het leuk. Kun je natuurlijk belonen met een blauw duimpje. Abonneer natuurlijk voor meer. En dan hoop ik jullie volgende week weer te zien bij een nieuwe aflevering. En mensen, bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Later, mensen.